Mijn ex-lief, die wou heel graag kinderen. Maar haar grootste probleem was, ik weet niet of ik dat al verteld heb, mijn ex was een Mogooltje. Maar zo'n echt Mogooltje. Zo'n Mogooltje waarvan dat je denkt, hé, wurg dat even. Wurg dat even. Ik heb me alweer niet voorbereid. Maar ik ken Joost al jaren van op de bühne. En het komt goed. Het komt goed. Het eerste waar ik op kan letten is dat ik geen materiaal van Joost doe. Dat hij nog niet gedaan heeft op de cup. De volgende comedian, dames en heren, heeft een zeer zware taak te vervullen vanavond. Een zeer zware rugzak, want hij covert niemand minder dan Joost van de Kasteel. Inmiddels een legende in Locristi en een begrip op het podium. Een Joost, de Joost, voilà. Maar het is niemand minder dan onze eigen Jeroen Leenders. Maar ik een ongelooflijk applaus voor Mr. Jeroen van de Kasteel. Dankjewel, jij. Goh. Jongens, toch. Hans, als ik aan jou denk, dan moet ik denken aan mijn vriendin. Namelijk, mijn vriendin is namelijk van het mongoloïde type. Maar echt, een Mongooltje waarvan je denkt, het is ook echt Mongooltje, Hans. Dat vind je een echt Mongooltje waarvan je dan denkt, hé, wurg dat even. Gewoon voor die ouders een plezier te doen. Maar dat zeer moeilijk is, want van die dikke nekken. En wat ook typisch mijn vriendin is, Hans, is een echt, ze heeft wel een gevoel voor humor. Want ze huppelt altijd met zo'n t-shirt rond. En erop heeft ze staan, sexy lady. En wat ook zeer typisch is, Hans, als ik naar jou kijk, moet ik ook denken aan de kut van mijn vriendin. Want zij heeft een enorme kut. Een enorme... Mijn vriendin heeft een Mongooltje met een enorme kut. Eigenlijk. Een enorme kut. Het eiland van Lost past in de kut van mijn vriendin. Zo groot is de kut van mijn vriendin. Dat is de ontknoping van het mysterie van Lost. Het eiland van Lost. Dat is op het einde, je gaat zien, op het einde van het laatste seizoen, gaan ze uitzoomen. Uitzoomen van het eiland, Lost. En gaan ze uitzoomen, zie je heel het eiland. En op het einde zie je dus mijn vriendin. Met het eiland die in haar kunt. Dat is het. Ik edit ik ja, dus ik ben aan Joost van de... Foxy. Ik heb je echt pijn gedaan. Ja. Ik denk dat ik bloed. Ja. Ik raak er ook niet meer op, hè. Zie ik hier een ladder? Zie ik hier een ladder? Is er een ladder? Ja, het is visuele comedy, mensen. Oh, jij hier. Anne Frank. Ja, je mag foto's trekken, hè. Het is visuele comedy, mensen. Goh. Nou, ik hoop, ja, hopelijk. Dus, ja. Had het echt... Wat... Ja, zo lukt het ook. Ah, ik even dit steun even. Goh. Ja, waar was ik gebleven? Je moet ja, stoppen, je kunt er niet meer over.
lieve mensen uit Locristi. Materiaal zit goed. Goed doorgaan. Joost, ja. Ik wil jou meenemen naar huis. En ik wil jou onder een glazen stulpje steken. En dan zeg ik, dans, hapje, dans. Ik ken jou een jaar, Joost. En de eerste keer dat ik met jou moest spelen, Joost van de Kastelen, heb jij dat tegen mij gezegd. Die zin. En een jaar lang heb ik op dit moment zitten wachten. En het is dat, jij. Dankjewel, ik was Joost. Joost van de Kastelen. Alias Jeroen Leunis. Kijk, de broers, ze vinden elkaar. Ja, nu is het genoeg, jongens. Kom, break it up. Oké, thank you. Ja, dan stel je toch vragen. Dan denk je toch van... Is dit het nu? Allee, is dit nu het resultaat van 5 jaar travakken en moppen schrijven en zoiets? Van, kom aan, ik moet iets zeggen. Ik moet indruk maken. Ik moet mijn eigen bewijzen dat ik iets te zeggen heb. En 5 jaar lang zit je in je kamer te denken en sla je uitnodigingen af, allee, verpest je relaties, omdat je zoiets zegt van nee, dit is belangrijk. En dan zie je ergens in een jeugdhuis de Locristi een gedegradeerde taxichauffeur u doen. En dan denk je, ah, dit is het.